Er zijn voorbeelden te geven van mensen, ik zal een kerkhistorisch voorbeeld geven, die de Bijbel in het Grieks en het Hebreeuws als de krant konden lezen. En waarvan je toch moet afvragen of ze de kern van de schrift begrepen. He, dus die konden niet alleen de Bijbel in een enigszins verouderde vertaling lezen, die konden de Bijbel in het Latijn lezen, die konden de Bijbel in de brontalen lezen. En toch ontging hen de diepste kern. Dat heeft Luther Erasmus verweten. Met al je geleerdheid, zei die, ben je nog blinder als een mol. Nou ja, als ik dat in een collega zou verwijten of een andere geleerde, dan ontbrak er een storm op, maar dat kon in die tijd nog. Maar waarom geef ik dit door? Dan is het niet zo dat Erasmus de woorden niet begrijpt. Hij was een meester in de taal, maar Luther verwijt hem, jou ontgaat de diepste zin. En ik merk nogal eens dat in discussies over, met name de Statenvertaling, dat men het begrijpen van woorden en het begrijpen in bevindelijke zin door elkaar klutst. Want het begrijpen van woorden is gewoon een kwestie van taalvaardigheid. Ben jij in staat 19e eeuw Nederlands te beheersen? He, want onze Statenvertaling is niet de originele, maar is het 19e eeuw Nederlands toen al enigszins, verheven, dat wel. Maar het was heel acceptabel om in de 19e eeuw een vertaling met zo'n woordkleed uit te geven. Nou, ben jij in staat dat taalkleed van de 19e eeuw je eigen te maken? Nou, er zullen genoeg mensen zijn die zich dat taalkleed eigen kunnen maken. Als iemand Nederlands leest, dan neem ik aan dat hij zich ook het taalkleed eigen kan maken van de 17e eeuw. Dan kon je bijvoorbeeld lezen in een brief van Adriaan de Ruiter, of net van Michiel de Ruiter, dat hij heel wat idioten aan boord heeft. Nou, als wij dat horen zeggen, wat is daar dan? Dat waren gewoon mensen die analfabeet waren. Idioot was toen een woord voor analfabeet. Dat moet je als lezer weten, anders ga je een heel andere kant op denken. Zeg, was daar aan de hand? Heel wat idioten aan boord. Nou, gewoon simpel. Hij had heel wat matrozen die niet konden lezen en schrijven. Naar mijn diepe overtuiging zijn wij nu op een punt aangeland dat wij met de huidige edities van de Statenvertaling niet meer toekomen. Ik zeg er direct bij. En dat is niet een specifiek Nederlands verschijnsel. Dat heeft ook niet met Nederlandse bekrompenheid te maken. Voor een oudere generatie betekent elke verandering een emotioneel verlies. Elke verandering. Als je je van jongs af aan gehoord hebt uit uw land, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En je hoort ineens of je leest ineens, ga uit uw land en uit uw familiekring. Dat zal tot je dood toe onwennig aanvoelen. Tot je dood toe. Daar hoef je ook niet voor te schamen. Dat hoef je ook niet te ontkennen. En als andere mensen je dat gaan verwijten, hebben ze niet begrepen hoe taal werkt. Waarom zeg ik dit? Als je niet verdisconteert dat het een emotioneel verlies oplevert voor een oudere generatie, als je gaat herzien of vertalen, dan geef je mensen een gevoel, je snapt niet wat dit ons kost. Want dit kost inderdaad voor de oudere generatie, hoe dan ook wat. Je doet het voor de nieuwe generatie. En waarom doe je het? Omdat je zegt, joh, voor hun is de sloot zo breed, dit lukt niet meer. Maar als je dat emotionele verlies niet benoemt, dan kan je klok op gelijk zetten dat dat een tegenreactie oproept. Dus je moet dat emotionele verlies altijd benoemen. Maar dat heb je dus hoe dan ook. En zoals voor vertalen geldt ook voor hertalen, je doet het nooit voor iedereen goed. Wanneer heb je goed vertaald? Ik zei ja, soms moet je zeggen, dit is echt verkeerd. Ik kan voorbeelden noemen uit vertalingen, dat is echt verkeerd. Maar vaak is het niet zwart-wit, je kan voor het ene kiezen, je kan voor het andere kiezen. In het ene geval gaat dit verloren, in het andere geval gaat dat verloren. Met hertalen, welk woord ervaar je als verouderd? De een ervaart meer woorden als verouderd dan de ander. Dat is niet een heel strak lijntje te trekken. Dus altijd heb je te maken met een soort compromis. Maar als men dan zegt, ja, dit is een compromis, en men speelt dat uit tegen de Statenvertaling, dan vergeet men dat ook de Statenvertalers compromissen moeten sluiten. Met name met het oog op het kerkvolk, als het ging om de Deukshuisbijbel. Maar hoe dan ook betekent het voor een oudere generatie een emotioneel verlies. Ik heb wel eens gezegd, toen het ging om de HSV, de bezwaren die ik heb een gemiddeld gemeentelid niet, en de bezwaren die een gemiddeld gemeentelid heb ik niet.
Een gemeentelid kan zeggen, dominee, het is toch wat. Er is van onze krankheden heeft hij op zich genomen. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Of onze kwaal heeft hij op zich genomen gemaakt. Ik begrijp dat dat mensen stoort of treft. Maar dan vergeet je, als ik zeg, joh, ik heb de laatste, mijn vrouw is inmiddels door een krankheid getroffen. Dat kon ik in de 17e eeuw zeggen. En we hebben inmiddels een heelmeester thuis ontboden. We zijn naar de heelmeester gegaan. Ja, wat heb je nou niet te gaan? Dat lijkt wel spotten. Nee, in de 17e eeuw was een arts een heelmeester. Of een medicijnmeester. Maar ik denk bij een medicijnmeester aan de Indianen. En dat komt omdat woorden veranderd zijn. Maar als je zegt, die gezond zijn, hebben de dokter niet nodig. Dat zullen mensen tot hun dood toe als een emotioneel verlies ervaren. He, dus dat moet je ook onder ogen zien. En toch is het goed om van medicijnmeester dokter te maken. Zo heb ik een paar overwegingen gegeven. Dan heb je ook de vraag, hoe gebrekkig kan een Bijbelvertaling zijn en dat God hem toch gebruikt? Nou, hij kan heel gebrekkig zijn en God gebruikt hem toch. Dat is trouwens weer niet een argument om te zeggen, dus gaan wij binnen de kerk elke Bijbelvertaling gebruiken.